Goedemiddag iedereen. Klaar voor een nieuwe manier van tv kijken. Dat is waarom we hier vandaag zijn. Bij Telnet vinden we gewoon dat onze Telnet-klanten met volle goesting moeten kunnen kijken naar tv. En dat is wat we jullie vandaag gaan laten zien. Onze ambitie is een 10 op 10, is niet 6 op 10, maar wij gaan streven naar die 10 op 10 en wij gaan jullie vandaag laten zien hoe dat we daar gaan denken te geraken. Well, hello there. Hey. Hi. Nice to see you too. How's work? Sucks. Vooral die ogen die willen kijken met volle goesting, dat is de essentiële rode draad die we jullie vandaag hier gaan vertellen. Altijd kijken met volle goesting. Zoals Vincent al verteld heeft en ook John, we hebben alles gebouwd op die Telnet-fundamenten, maar in eerste plaats vooral, we hebben geluisterd naar die consument. We hebben het consumentenonderzoek genomen, tezamen met onze Telnet-fundamenten, en daarop hebben we de hele consumentenpropositie van Rex en Rio gebouwd. Ik neem jullie er eventjes stap per stap door en ik bouw het verhaal met jullie even op. Het is simpel. Waarom is het simpel? Het is heel gemakkelijk te kiezen. U kan kiezen uit Rex of u kan kiezen uit Rio. Dit is ons huidig aanbod. En ik denk dat het tijd was om eens eventjes in eigen boezem te kijken. Er was geen enkele Telnet-klant die hier nog aan uitkwam. Dus het was aan ons om dit veel simpeler te maken en dat hebben we gedaan. Wat zal dit worden? Hier waren twee kenmerken. Heel veel keuze. En het was allemaal apart. Of het was themazenders, themapakketten, of u kon kiezen voor films en series. Wel, wat wij gaan doen is, wij gaan dat bij elkaar brengen. U kan ofwel kiezen uit één consumentenpropositie die noemt Rex, 1000 films, 1000 series en 20 themazenders. Of u kan kiezen uit de Rio. In de Rio zit alles van Rex, plus nog eens 1000 films, plus nog eens 1000 series en 20 themazenders. Dus 2000 films, 2000 series en 40 themazenders. Series is in de breedste zin van het woord. Wat ik daarmee wil zeggen is, het zijn de series zoals wij ze kenden, maar het zijn ook documentaires, het zijn ook tv-shows en daar kom ik straks nog wel eventjes op terug. Daarnaast, het is simpel, want het is één vaste prijs per gezin. Geen gedoe meer met betalen per film. Ook niet meer van per persoon te betalen. Heel het gezin kan tezamen van Rex en Rio tegelijkertijd op verschillende plaatsen gebruik maken van Rex en Rio. En tenslotte, ik als mama van jonge kinderen, een ander voordeel is, ik moet geen dvd's meer kopen. Ik kan gewoon de Rex en Rio op mijn tv-scherm en ik kan mijn gezin laten genieten en zeer vooral mijn kinderen van de beste kids-content en daar kom ik zo ook op terug. Dus een heel simpele vaste prijs per maand voor heel het gezin. Simpel ook, want het is gemakkelijk toegankelijk. Enerzijds door onze fixed broadband, ons internet, dat we steeds beter maken, dat jullie steeds toelaat om steeds beter die content te bekijken. En anderzijds ook door wifi, onze homespots, onze hotspots die dat we steeds uitbreiden, waardoor dat u ook buiten huis op een heel simpele manier alles kan bekijken. En tenslotte,
Ik denk dat Vincent er ook op verwezen heeft. Vanuit de consument krijgen wij te horen. Zij willen vooral die vertrouwde omgeving van die digicorder. Zij willen dat vaste scherm, die digicorder, en dan op een heel simpele manier dat ook op een second screen. Dus dat is wat wij bieden. Geen gedoe met kabels, gewoon alles via één platform. Op alle schermen naar de consument. Heel simpel. Transparant. Ik denk dat we met King & Kong hebben we de eerste stap gezet in het doorbreken van die contracten, die jaarcontracten waarin de klanten vastzaten. Met WOPA hebben we de tweede stap gezet en hebben we ook al die contracten weggedaan. Wel, we doen dat hier ook. U stapt erin en u stapt eruit wanneer dat u zin heeft. Op elke maand kan u opzeggen, geen enkel probleem. Zeer transparant voor al onze consumenten. Onze eigen klanten. Onze eigen klanten komen eerst. Dus wat wij gedaan hebben, is in de propositie zelf gaan kijken van wat willen die klanten nu eigenlijk hebben? Wat is de entertainment die dat wij moeten bieden opdat onze klanten zeggen dit maakt mijn avond een 10 op 10. Ik neem jullie er even door. Rex zal vooral Vlaamse series, films, klassiekers bevatten. Heel veel kidscontent en vooral de klassiekers. Dus dat is de positionering van Rex. De positionering van Rio is alles van Rex, zoals ik er straks al vertelde. Maar ook alle nieuwste internationale films en series die dat u nergens anders in België kan verkrijgen. Exclusief bij Telnet. Dus toch wel een heel uniek aanbod, zoals dat wij het noemen. Ik neem jullie even door een aantal elementen. De kids. Een droomwereld van entertainment voor kids. Wat wil dat zeggen? De Rex zal alle Studio 100 content bevatten. Maya de Bij, Heidi, Boomba. Alle series, non-stop, kan u gewoon via Rex, via het vertrouwde Digicorder-platform, op uw tv laten spelen. Maya de Bij, Vicky de Viking, Mega Mindy. Alle Studio 100 films, 1 jaar in exclusiviteit bij ons, vooraleer dat ze op tv komen. En daarnaast ook nog fantastische kidszenders, zoals Baby TV, maar ook Disney en dergelijke. Daarnaast... Heel duidelijk de consument die ons aangaf, die Vlaamse content, dat is wat wij willen. Kids, Vlaams, maar ook in de Rio internationale toppers. Skyfall, The Hobbit, Brave, Ted, allemaal 1 jaar vroeger bij ons dan in eender welk andere aanbieder of ook op tv te zien. Dus wij zullen al die topfilms 1 jaar vroeger bij ons... En dit is maar een heel kleine greep uit een heel groot gamma van topfilms die dat wij zullen aanbieden. En last but not least, onze internationale topseries. Vooral heel attractief bij de jongeren. Voor het marathon kijken, zoals dat Vince al aangaf. We hebben een exclusief contract met HBO en met veel anderen, die ons toelaat dat 1 week na dat release in de US gebeurt, dat die content reeds op ons platform aanwezig is. En slechts 1 jaar erna op tv of in andere pakketten zal aanwezig zijn. Borgen, Games of Thrones, The Newsroom zijn hem ook maar weer één. Een paar uit een fantastische greep van series die dat wij exclusief zullen aanbieden. Zoals altijd, de vierde pijler, zeker niet last but not least. We zullen deze consumentenpropositie steeds verbeteren. Hoe gaan we dat doen? Op dagbasis hebben we een heel team klaarstaan dat kijkt van welke content moeten we kopen. Op kidsgebied, op het Vlaamse gebied, op het internationale gebied. En moeten we zorgen dat we die in de Rex zetten of in de Rio. En dat gaan we op dagbasis doen. We verversen, we vernieuwen, we verbeteren. Maar daarnaast ook product, technologie die dat we zullen aanbieden, die dat vandaag de dag niet op andere producten bij ons aanwezig zal zijn. Eén daarvan is bijvoorbeeld pass-through. Je opnames kunnen bekijken op al uw 40 themazenders die dat in dit pakket aanwezig zijn, kan u opnemen en die gewoon op afstand bekijken. Ook een fantastisch iets. En naar de toekomst toe werken wij voor over 2014 toe naar het downloaden van die films, van die series, op uw pc, op uw tablet of op uw smartphone. Wat wil dat zeggen? Uw kinderen, vooraleer dat je naar de zee vertrekt, je zegt, download nog heel snel een aantal van die top Studio 100 films die nog nergens te verkrijgen zijn, op uw tablet. We zetten ze s'avonds, we zetten ze allemaal vanachter in de auto en we rijden rustig naar de zee. Daar werken we aan, dat komt eraan. De prijzen. Rex zal geprijsd zijn aan €14,95. Rio zal geprijsd zijn aan €24,95. Voor heel het gezin. Dit wil zeggen dat verschillende mensen tegelijkertijd binnen het gezin kunnen genieten van een Rex of een Rio. Waar geloven wij nu in wat Rex en Rio uniek maakt? Wel, als u kijkt wat we hier aanbieden, enkel bij Telenet, is dat alles via je vertrouwde digicorder gaat. Dit heeft onze klant heel duidelijk gezegd.
Dat is een heel duidelijke wens van de klant. We bieden het aan op al die schermen. Geen gedoe met kabels, alles via een heel simpele manier. De rechten en de content, de entertainment die we zullen aanbieden, die is zo uniek als het maar zijn kan. Er is niemand in België die een unieker, exclusiever Vlaams aanbod zal hebben dan wij. Er is niemand in België die een unieker, exclusiever aanbod zal hebben op films, internationale toppers, blockbusters, zoals ze ook wel eens genoemd worden. En er is ook niemand die in België een unieker, exclusiever aanbod zal hebben op internationale series. Die kan u enkel vinden in de Rex en de Rio. En tenslotte, het is een maandelijkse vaste prijs die dan niet verandert en waarin dat voor heel het gezin kan, waar heel het gezin van kan genieten. Dat zijn de vier of vijf redenen waarom wij denken dat Rex en Rio effectief heel uniek is. Een samenvatting, wat je wil zien wanneer je wil, op het scherm van je keuze, thuis of buiten huis, alleen of met anderen en dat tegelijkertijd. Kan allemaal, dat is onze propositie. Dit is een beeld dat maandag 24 september in heel Vlaanderen zal ophangen. De mooie ogen die jullie aankijken en die zeggen Rex en Rio, geef je ogen hun volle goesting alsjeblieft. Net zoals altijd zullen wij via een direct mailingcampagne al onze eigen klanten aanspreken. Zowel de digitale klanten als de klanten die vandaag reeds een pakket bij ons hebben, à la Prime of Thema Zenders. En wij zullen die vertellen hoe dat ze het beste overschakelen, als zij dat willen, naar Rex en Rio. Voilà, beste mensen. Bij Telnet vinden we dat je moet kunnen kijken met volle goesting. Waar we voor gaan, ik heb in het begin gezegd, het is onze ambitie, maar we gaan er gewoon voor. We gaan voor die 10 op 10. Een nieuwe manier van kijken, Rex en Rio.